Ja, op welke manier die mensen op zijn gemak stelt of hoe die dat doet. Of die daar bepaalde manieren voor heeft voor de camera als hij ze niet kent. Want ik weet, het moet een goede vraag zijn die niemand stelt. En dat weet ik nog niet. Dus. Ik ben vooral benieuwd hoe die is gaan kiezen tussen film en fotografie. Nou, ik heb altijd dat een vraag komt altijd zo spontaan op, weet je, bij mij. Dus ik denk dat ik dan gewoon zo ga staan en dan hoop ik dat ik word uitgekozen. Wat voor hem dan het grootste verschil is tussen fotografie en film? Wat zijn favoriete fotoboek van iemand anders is? Anton Corbijn.